ik van mijn huis zo meteen voor die langs. Hoe doe ik dat we naar telefoon dat mijn app? Noah app naar Gloria en dit is het wat ik telefoon. Ja, om te proberen het laatste deel van de stadskeuze te snappen. Oké, maar zien, waar is het? Oké, zijn die dingen? Ik weet het niet zelfs, maar... Alles heel erg. Oh nee, het is er nog. Zie je die vlek? Staan deze kant. Zie je die vlek? Dat is de maan die tussen de aarde en de zon staat. Het wordt helemaal donker. Ja, het schuift wel nog voor, hè? Oh, ja, nee. Wordt het groter of kleiner? Het lijkt alsof het kleiner wordt, dus waarschijnlijk al voorbij. Het grootste deel is achter de wolk van de deur, toch? Waarschijnlijk is het weer aan het achteren. Moeilijk voor me zo. Hè? Nee, hou die filter goed. Ja, oké. Dus die vlek is de maan die tussen de zon en de aarde staat. Goed. Dus wij maken een gedeeltelijke zonsverduistering mee. Deel gebeurde achter die wolken. Die wolken kwamen er steeds tussen, toch? Die wolken waren met ons aan het spelen. Hoe noemde je dat? Voorzitter, op een vreesveldje, ne? 1, 2, 3 komen zoeken. Die wolken waren dat aan het doen met ons. Eigenlijk met die zon. Ja. Dit moet je wel met de filter filmen, anders zie je het niet. Yep. Oké. Het lijkt alsof hij groter wordt. Het lijkt erop. Zie je? Kun je het zien? Het is wel groter dan het begin. Dan, ja, dan. Oké. Okay. Oh, ja. Nou, ze zien het beter in Brazilië en de rest van Zuid-Amerika. Suriname zal maar een gedeeltelijk meemaken. Dat hadden ze inderdaad gezegd. Ja, ja. Nou, we maken toch iets mee.
Liever iets dan iets? Ja, liever iets dan iets, toch? No bron zomaar, toch René? No bron zomaar in zo. Zet de jou wel weg. René, waar staan we? We staan op het onafhankelijkheidsplein. We proberen met man en macht proberen we dit fenomeen vast te leggen. Man, vrouw en macht, alsjeblieft. Ja. Oh, 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 oh. René en ik proberen echt een deel van die zonsverduistering voor jullie te snappen, maar boy. Hoe lang zijn we al bezig hiermee te vechten? Anderhalf uur en die wolken kwamen steeds ertussen. Mm-hmm. Maar we hebben toch een deel voor jullie kunnen vastleggen. Hopelijk zien jullie het. Zoals René het beschrijft, het lijkt alsof er een hap uit de zon is genomen. Toch? Ja, ik denk dat het groter wordt. Ja? Ja. Dus die maan is nog een beetje aan het schuiven over die zon. Ja, misschien gaan we meer zien. Misschien moet je die... Kijk of je dit naar je... Offers niet voor niets geweest. Ja. Uh-huh. Ja, maar ze hadden al gemeld dat we hier een gedeeltelijke zonsverduistering zouden meemaken. Maar als die maan helemaal schuift voor de zon, dan moet het zijn dat er een vurige ring eromheen zou staan. Ja, wat men Ring of Fire noemt. Zo, we kijken hoe lang we dit kunnen volhouden in de felle zon. Ach René, je klaagt. Die zon is veel minder fel hoor. Een uur geleden dat was wreed, maar nu behoorlijk mild. Veel milder. We staan op het onafhankelijkheidsplein, mensen. Precies tussen het paleis en de congreshal. René, gewoon heb je maar 20% op je telefoon. Ik vind het zo mooi om te zien bijna mijn brainetje. Ik denk dat het aan het afnemen is, hè? Of is onze filter niet meer goed? Normaal, normaal. Is het beeld nog scherp? Wauw. Heeft niet de hand hoor.
filter, filter, filter. Aber die Wolke ist gut, ich weiß, dass er nachher läuft. Ja, die Wolke, aber das ist ein anderes Sachen. Das betekent het einde van Brunswijk. Daarom kan ik het niet. De reden waarom het zo donker is, is omdat als we die filter even weghalen, Vanessa, ja, dan zie je eigenlijk niks. Dan zie je de zon bijna niet. Juist. En omdat we inzoomen en dan gebruiken we een filter erbij. Dan zetten we een filter erbij, zodat het wat scherper wordt. Zet die filter, ja. Zodat we die vlek op die zon heel goed kunnen zien. Dus mensen, je moet ook niet met je blote ogen naar de zon staren hoor. Anders, dat is niet zo goed voor je ogen. Dat is niet eens goed voor de camera, laat staan voor de ogen. Zo, het lijkt alsof de maan uit... Ik heb er niet meer aan het spotten, dus ik heb er nog gezegd.
nu lijkt dus een op Pac-Man. Ken je dat, die game Pac-Man? Mm-hmm. Toen je zei het lijkt alsof er een hap uit de zon genomen was, wordt, had ik al zoiets van, ja, Pac-Man lijkt... ideas. Oké. Nu is het meer, hè? Die filter nog. Oké, nu wel. Ja. Oh my god, my phone is dying. Je filter is uit focus. Ja, nu is het beter. Nee? Ja. Zo. Gaan we die live, gaan we zo lang live blijven tot de zon weer, tot het weer normaal is? Huh? Ik denk van wel, hè. Dit is live. Ik bedoel, hier is die internet. Is de filter nog goed? Ja, is nog goed, ja. Dus die man... Wat wij te zien, wat sommige delen van de wereld zien, is dat die maan helemaal in het midden is van de zon. En wij zien een deel van de maan op de zon. De Pac-Man version. Juist. Zoals je dat noemt. Oeps. Dus Suriname maakt wel wat mee, hè? We hebben nu een gedeeltelijke zonsverduistering. Eergisteren hadden we hagel. Hmm. En voor de rest van de dag hebben we een extreme hitte. Can it all be connected? Het zal wel, hè? Het zal wel. Voor conspiracy theoristen. Mm-hmm. Tekenen destijds. Of al de doemdenkers. Oh, dat het, mensen zullen zich afvragen wat... betekent dit allemaal, hè, voor Suriname, maar mensen, het is een natuurverschijnsel. Het is over grote delen van de wereld te zien, dus it's not just our sweet Sue. Ja. Okay. Ja, deze zonsverduistering wordt ook wel de American Solar genoemd, ja. Omdat die over grote delen van Amerika te zien is, Noord, Midden, Zuid-Amerika. En in Suriname zien we ook een deel. Just nature being itself, nothing, no hidden meanings. Okay, maar wij smelten wel hier, hè? In de zon. Ja. Okay, filter. Mm-hmm.
René, maar één ding kan je wel zeggen, we zijn heel inventief hier hoor, en creatief. Mensen kijken door een cd, anderen pakken een lasbril. Behalve dat de meesten weten van een zonnebril. Ze begrijpen, mensen begrijpen dat ze niet met het blote oog moeten kijken. Maar aan een cd had ik nog niet gedacht. Jij wel? Ja. Toch wel? Sommige cd's zijn, hoe moet ik het zeggen? Ze hebben een laagje eroverheen, ja, die hetzelfde effect heeft als een zonnebril. Hè? Ja, ja. Ik zou er niet op gekomen zijn, maar we zijn heel inventief. Ja. Als je met je blote oog kijkt, ga je niet veel zien. Het gaat alleen dat maar de zon pijn doen aan je ogen. Juist. Krijgen we bezoek? Zonnebril, CD en lasbril. Ja. Wij staan ook te filmen met de filter. Hè? Want die camera kwam er echt niet aan. De zon was te fel voor de camera. En deze camera's zijn nogal berekend op extreme situaties. En toch kan het niet aan, hè? Toch kan het niet. Kun je nagaan hoe toch die stralen zijn. Dus de mensen die toch de kans nemen met het blote oog. Brace yourselves. Mensen leggen het vast met camera's, met hun mobiel. Op verschillende locaties hebben we mensen gezien met camera's. Fotocamera's, videocamera's en hun mobiel om dit vast te leggen en ja, te sharen. Dat is wel mooi. Mm-hmm. Dit soort dingen verbindt ons en dat is wel mooi. Mm-hmm. Het is ook niet iets dat je elke dag meemaakt. Nee, precies. Soms moet je 10 maal meer optellen dan wat je daar ziet. Hij is straks bezig. Hoeveel mensen werkelijk hebben gekeken in die halving. Oké, ik denk dat de smaak een beetje terug gaat. Vraag ze af, ze kunnen vastleggen. We hebben geen filter, na. Ik heb net twee leuke foto's gemaakt. Ik weet niet als het nou die boom is of? Nee, het is die. Het is, ik kan wel nog een beetje. Echt waar? Je moest een filter. Heb je een zonnebril die ervoor kan houden op een CD? Oh, nee, helaas niet dat niet al gedacht. Zonnebril. Oh, je wow. Moet een filter hebben, anders kan je. Moet ik een helm meebrengen? Nee, we zijn live. Nee, ze horen ons niet. Ze horen ons niet. Zo, ze horen ons niet. Ze horen je niet. Ze horen je niet. Van oh, de foto strakker. Van ons maken. Hij wil een foto. We zagen jullie live eigenlijk. Ja, nou? Dus dat zijn we hier komen. Ja. Nice. Daar moet je wel kijken. Is je hemd doorzichtig? Kan het ook als filter gebruiken? Best wel. Met, nee, dus die het zonne. Of jouw blouse. Kan je ook, je kan het als filter. Ik kan filter. Het wel zien, ja, door. Ik kan wel erdoor zien. Dan kan je dat als filter voor die. Probeer het. Let's try. Wat wil dat zeggen? Je moet een cirkel in een cirkel zien. Een cirkel, oh, ja. Net als dat, wat ja. We daar zien. Oké. Okay. Kijk eens even.
horen ze zeggen. Ze zagen ons live. Daarom zijn ze ook. Je moet een beetje omhoog houden. Ja. Kan je iets zitten? Zie je een cirkel in de cirkel? Niet echt, alleen een echt. Je moet het gehouden, je hebt het snel gehouden. Oké, okay, oké. Okay. Is het wel droog? Hij wil niet focussen. Hij wil niet focussen. Ja, hij wil man. Niet focussen. No. Well, you tried. Yeah. Is hij in de auto? Ja. Zonnebril. Of een zonnebril in de auto, want wij houden zonnebril. Wat voor Sadie? Goedje die je half doorzichtig. Je hebt sommige die een beetje doorzichtig zijn, toch? Zo één. Heb je geen zonnebril? Ik heb die roze. Kijk eens maar wie. Try it. Try it. Ik denk dat die maan kleiner wordt of uit de weg gaat. Ik weet het niet meer zeker hoor. Ik denk dat hij nog een hele tijd daar gaat blijven hangen een beetje. Lukt naar die bril? Nee. Nee, het is een roze. Het is niet Polaroid. Het is niet Polaroid. Maar kun je het zien? Maar kun je die... Nauwelijks. Yeah. Die cirkel in de cirkel. Yeah.
ook niet. Stil blijven. Zo, we hebben wat moeite met onze filter. Ja, vermoeidheid, hè? Mm-hmm. Wij zijn ook onderdeel van de natuur, dus wij worden. Ga je dat stukje van de maan die voor de zon staat niet zien? Die gaat precies zien wat op die foto is. Gewoon felle zon. Maar dat stukje waarbij je ziet dat de maan half over de zon is, dat kan je alleen zien als je op Starnings live gaat. Of als je met de zonnebril kijkt naar buiten. Thank you.
nummer. Je nummer? Aha. 8-7. Oh, kijk. Yes. Een low effect filter. Ja, op low effect. Ah, zie je. Ik heb ND filters tot 4. Dus ik heb wel ingebouwde filters, maar ze zijn allemaal uit. Of uit is gezet. Oh. En een zonnebril. Ja, de zonnebril heeft daar veel geholpen, want op die low filter alleen werkt het niet precies. Is het helemaal uit. Sleutel is hier. Ik heb het. Hier staan. Je maakt een foto. What? Je hoeft niet die hele doos te brengen. Ja, ik weet niet wat je hebt. Er is een ding erin, een powerbank. En die kabel is in die kast. Bank die in die kas is die zien. Ik
masak. Deze paar banken is niet goed. Wat je hebt gehaald is de beter. Ik denk dat wij ons moeten verplaatsen, hoor. Of uit de live moeten gaan, want de zon gaat nou onder, hij is nu achter die bomen. Ja. Maar die verduistering is nog niet voorbij. We gaan even uit de live, we komen straks zo terug, laten we ons eerst verplaatsen.
hoeft niet in beeld, hè? Nee. Oké, gelukkig. Ah, het is voorbij, hoor. Mm-hmm. Zeg snel, maak aan. Wacht even. Nee, is goed, ik hou het vast. Zo, ik denk dat we uit de live gaan. Die is ons, dat gedeeltelijke, is de of het. De gedeeltelijke zonsverduistering is al in principe voorbij. Juist, dus dan gaan we uit de live. Ja, de zon gaat ook al onder, René. Mm-hmm. Oké, laat me even die filter weghalen, dan kunnen die mensen zien wat die camera ziet zonder filter. Zo, dat was het. We hebben een zonsverduistering meegemaakt. Een gedeeltelijke. Een gedeeltelijke. Mm-hmm. It was fun. En hot. But we did it for you. We gaan er nu uit. Blijf nagenieten. Degene die nog met de zonnebril of CD of lasbrillen naar kijken. Enjoy the last moments of this beautiful nature phenomenon. Staar nu zeg. Signing off. Bye. Jullie hebben ook van ons gemaakt, dus zou je die sturen. Oké, doe het. Het is voorbij, hè? Ja, het is voorbij. Het is voorbij.